Een hele goede morgen. Het is maandag en het is lekker meivakantie. Het is ook al heel mooi weer. En Max die gaat zo naar het hockeykamp. Het is dus gewoon bij Max zelf op de hockeyclub. Dus dat is wel lekker. Gewoon bekende velden en zo. En er komt een oud international. Ja, er komt een oud international. Ik ben heel benieuwd. Ken je veel internationals? Niet heel veel, maar soms wel wat. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Wel heel erg leuk. En ze krijgen dus allemaal trainingen ook en spelletjes doen. Nou, ook gewoon gezellig. Wedstrijdjes. Ja, wedstrijdjes. En er gaat ook een jongetje uit jouw hockeyteam. Hè? Dus je kent sowieso één iemand. Maar we zijn wel heel benieuwd of er verder ook veel kinderen komen. Nou, waar ze allemaal vandaan komen. Er kwam ook nog een meisje uit mijn klas. Oh, die komt ook. Oh, wat gezellig. Nou, we nemen jullie weer mee vandaag. Here it goes a little something like... Oh ja, dat zijn doeltjes. Nou, ik heb Max bij de hockeyclub gebracht. Het was wel grappig, want er waren echt dus maar twee andere jongens. Drie jongens en echt wel 60 meiden of zo. Dat is heel vaak ook wel zo hoor. Want ja, de meeste jongens voetballen natuurlijk. Dus er zijn volgens mij van zijn leeftijd ook echt wel... 5 of 6 meidenteams of zo, maar 1 jongensteam. Maar goed, hij vond het niet zo erg. Hij dacht zelf dat hij daardoor vandaag veel wedstrijdjes kon winnen. Dus nou, volgens mij gaat het wel heel leuk worden. We waren sowieso echt super enthousiaste trainers en begeleiders en zo. Allemaal heel erg leuk en goed georganiseerd. Dus ik denk dat het wel een leuke dag gaat worden. Nou, ik ben al eventjes aan het werk en Siem die zit hier gezellig bij mij. Wel gezellig, zo'n collega voor een dagje. Ja, en morgen ook weer. Ja, maar morgen ga jij nog met oma naar de kunstbende, hè? En de dag erop. Oh ja, de dag erop, dan zit jij er ook weer. Nee, ik heb dus ook echt een dagje dat ik heel veel dingen op de computer moet doen. En anders is het soms best wel een beetje saai als je de hele dag zo alleen zit. Dus ik vind het wel gezellig. Zo even samen even pauzeren en lunchen en zo. En Siem is dus bezig met zijn klok. Die heeft hij voor zijn verjaardag gekregen. Kijk, dat is zo'n 3D-puzzel. Ik zag dat ze later ook bij Action een keer waren. Maar dan wel, zeg maar, kleintjes. Een beetje gewoon een simpele variant hiervan. Maar dit is wel next level. Dit heeft... Ja. Het is een klok en hij werkt ook, dus er zit hier een motor. Mm-hmm. En deze doet dan geloof ik de minuut of zo. Ja, maar het is nog een hele klus. Echt gepriegel, hè? En je hebt dus geen lijm nodig. Het is eigenlijk ja, net als een puzzel dus. Het is een, zeg maar een IKEA bouwpakket. Zoveel onderdeeltjes. Je hebt alles eerst losgehaald. Is dat eigenlijk wel handig? Want anders kon je het makkelijk terugvinden, of niet, bij die nummers? Ja, daar dacht ik pas later over na. Oké. Nou ja, goed. Je hebt de tijd, hè? Nou, dan hebben we nog een motor die de secondes of zo doet. Oké. Oh ja. De uren. Oh ja, want je kon eigenlijk natuurlijk hier... Oh ja, oké, maar zijn wij heel veel, zeg maar, van hetzelfde soort... Nou ja. Nou, je bent toch al een aardig eentje onderweg. Ja. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Nou, de stemming was eigenlijk wel wat minder bij ons thuis vanochtend. Want bleek dus dat Siem vergeten was zijn fiets op slot te zetten. En ja, als je dan midden in de stad woont, dan is hij ook wel weg. Dus ja, dat was even een beetje balen. Maar goed, er zijn ergere dingen en we gaan er weer een leuke dag van maken. Ik ga naar de HEMA, daar ga ik een shoplog op maken. Max is weer naar het hockeykamp. Nou, Joost is gewoon aan het werk en Siem gaat zo met mijn moeder wat leuks doen. Dus nou, ik neem jullie mee shoppen. Nou, ik ben in de HEMA. Ik ga even een aantal dingetjes aanpassen. En ik heb dus ook al een heel leuk spijkerjasje. Of nou, het is eigenlijk een dikke blouse voor Max gevonden. Die wilde ook graag een extra jasje waar hij over een t-shirt kan doen. En ik vind dit altijd heel leuk. En deze is nu ook nog met korting. Kijk, normaal 25 euro, maar nu 30% korting. Dus ja,
dit wel een goede vondst. En ze hebben hier natuurlijk altijd ook heel veel schoolspulletjes en notitieboekjes. Ik moet hier sowieso met Siem naartoe straks, als we gaan shoppen voor de middelbare school. Nou, kijk, dit is ook leuk voor een pennenhoudertje voor op je bureau en kinderkamer. Ik ben nog eventjes boven bij de HEMA. We hebben hier in Groningen op de bovenste verdieping zo'n uitverkoopafdeling. Daar is alles in ieder geval 30% korting, maar soms tot 70%. En er hangen hier nog heel veel bikinis. Dus ik dacht, nou even kijken. Want we gaan natuurlijk volgende week op vakantie. 6 euro, maar ik zie geen bovenstuk. En heel veel hebben beugels, daar hou ik natuurlijk niet zo van. Dus ook wel leuk. Ik vind deze wel cool op zich, alleen ik vind het een beetje gek, want het bovenstukje heeft een ribbeltje, het broekje niet. 1 euro. Neon, ik vind het dus wel leuk. Alleen geen top, geloof ik. Ik begrijp dat nooit zo goed, hè. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je dus alleen een broekje koopt, maar hoe kun je nou alleen een bovenstuk kopen? Hoezo kan het nou zo zijn dat er zoveel broekjes overblijven? Deze is leuk voor kinderen. Kijk, 9 euro. Vind ik echt leuk. Ja, daar hangen ook nog slippers. 3 euro. Zwempakken. Nou, ik ben weer onderweg naar huis, maar ik fietste over de Grote Markt. En ik zie, het lijkt wel af te zijn. Nou ja, daar nog een heel klein beetje zijn ze daar wat aan het doen. Maar het is wel heel mooi geworden. Kijk. Daarachter zijn de fonteintjes en hier dus bomen gekomen. Het is wel heel gezellig geworden. Volgens mij is er 1 juni een feest hier om te openen en te vieren dat we lekker uit de rotzooi zijn. Ik ben er weer met een hele grote tas van de HEMA. Allemaal leuke dingen gekocht. Er waren best wel veel aanbiedingen, vooral voor kinderkleding. We hadden natuurlijk de kastjes opgeruimd en ik kwam erachter dat de jongens toch nog wel wat dingen konden gebruiken. En ik zag dus best wel veel leuks. Deze heb ik voor Siem. Nou, de rest zien jullie in de shoplog. Deze was een tientje. Echt gewoon een mooie trui. Ik vond het ook wel leuk met een kraagje. En deze kleur staat Siem heel erg mooi. Sowieso is dit een kleur die volgens mij heel veel mensen wel leuk staat. Maar ja, goed geslaagd dus. Ik heb Siem nu net eventjes naar boven gestuurd om even aan te gaan kleden. Want die zat hier nog steeds lekker met zijn klok en zijn computer en zo. Maar die gaat zo met mijn moeder naar de kunstbende. De kunstbende, dat is een wedstrijd. En ja, daar kunnen, volgens mij is het voor middelbare scholieren. Tenminste, vroeger was dit er ook al, toen ik zelf op de middelbare school zat. En dan kon je, nou bijvoorbeeld als je goed bent in zingen of dansen of toneel of mode, kun je zelf dus iets inzenden. En nou, dit zijn nu niet echt de selectierondes, maar een soort voorrondes van Groningen. En mijn moeder had dat gezien en die dacht, dat vindt Siem denk ik wel leuk om naartoe te gaan. En dat vond hij. Dus zij gaan daar even lekker naartoe. En Max is natuurlijk nog bij het hockeykamp. Dus ik kan vanmiddag ook nog eventjes werken. En gisteren had ik ook echt heel veel gedaan. Want normaal haal ik de jongens natuurlijk altijd al om 2:30 op. Maar als je dan in één keer tot 5:00 gewoon door kan, dan kun je gewoon echt heel veel doen. Dus ik ga weer even lekker door. En ik spreek jullie zo weer. Nou, jullie gaan naar de kunstbende. Ja, voorronde. Eerst nog even pakketten wegbrengen. Ja, ook dat nog. Ja. En dan, ja, de voorronde is in de Oosterpoort, toch? Oosterpoort, ja. Nou, wel leuk. Ik ben benieuwd. Misschien spotten jullie nog bekenden. Ja, en doet er iemand mee die we kennen. Nou, oké, dan gaan we, hè. Zullen we veel vertrekken? Plezier. Ja, dank je. Kijk, het is alweer mooi weer. Nou, goed. Wij gaan vertrekken. Ik heb even gember thee gemaakt met verse gember. En ik ga heel even in de tuin zitten. Oh, konijnen die liggen ook al lekker te zonnen. Want het is echt heerlijk weer. Hé, hey, jongens. Er heeft hier iemand een gaatje gegraven. Wie heeft dat gedaan? Hebben jullie dat gedaan? Of Nacho? Ja, hallo. Dit is echt even genieten hoor. Ik heb bijna mijn zonnebril nodig. Maar ik ga deze video ook afsluiten. Ik ga hem zo voor jullie editen. En ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken.
Morgen dan ben ik er weer met een nieuwe vlog. Tot dan. Doeg!